De keuken van melkveehouders Maginus en Leon Enting in Grollo barst bijna uit zijn voegen. Het zijn de leden die zijn afgekomen op de aftrap van het gouden jubileum dat hun fokveeclub Rolde en Omstreken de komende maanden viert. We hebben een club die 50 jaar bestaat, maar die naast het gesprek over de koeien, wat natuurlijk wel het belangrijkste is waar we over praten, maar ook over de dingen in de wereld, over de dingen binnen de familie, in de eigen omgeving, over sport, noem het maar op. We hebben al 50 jaar een soort hersengymnastiek als beginner bij de vergaderingen. En dat werkt nog steeds. Eigenlijk is dat een beetje de voorloper van de pubquiz, zeg maar. 50 jaar later kent de Fokveeclub nog steeds zo'n 25 leden en is de passie voor koeien nog lang niet verdwenen. Het is een excellente koe, een 90 punten koe. Heeft een stier van deze koe staat bij de KJ Kampen. Dat is een Danshot heet de stier. En dat is een Danilo Kishottel, dat is een shottelkoe. De moeder van deze shottel is een Paramount. Dat is ook een excellente koe. En ja, die stier die geeft net als zijn moeder en grootmoeder zijn exterieur heel goed door. 6 keer per jaar is er een bijeenkomst met een inleider in Café De Aanleg in Deurze. 1 keer per jaar een rondgang langs bedrijven van leden en jaarlijks een excursie naar een andere regio. Dit is wel een club die een bovengemiddelde passie voor de fokkerij heeft. Voor het fokken van wat Maginus ook al zei net, een duurzame, mooie koe met een hele beste productie die lang meegaat.